Hey Steenbok, welkom bij jullie horoscoopreading voor de komende tijd. Ik ga kijken welke berichten ik deze keer voor jullie mag overdragen. En we gaan beginnen met de algehele energie voor jullie. De Steenbok. Voor jullie mystiek, ongeloof, geloven is zien en fantasie. Zal heel even het licht aanzetten. Dat vergeet ik. De tweede kaart is ontkenning, gesloten, angst en kwetsbaar. En jullie derde kaart is onderdrukking. Emotionele uitbarsting, onmacht en conflict. Goed. Ontkenning, onderdrukking. Ja. En dan ook nog eens ongeloof. Geloven is zien, dus. Je bent duidelijk iets aan het wegdrukken. Je wilt iets niet onder ogen komen. Nou, ik wil even kijken wat daarbij komt voor jullie. Misschien zitten jullie ook even in het donker. Vandaar dat ik het licht ook aan moet zetten. Zou kunnen. Oké, wat mag erbij komen voor de steenbok? Onder mystiek heb ik de samensmelting van bewustzijn. Dan heb ik onder ontkenning momentopname. En onder onderdrukking heb ik een nieuwe fase, een spirituele reis door 12 huizen. Ja, het is, je begint ergens opnieuw in. Ik heb het gevoel dat je ergens sceptisch over bent. Over misschien wel een connectie of deze wel of niet samen gaat komen. Ja, je bent sceptisch. Je wilt eerst zien en dan geloven. Maar zo werkt het universum natuurlijk niet. Het is eerst geloven en dan zien. Ja, dus ja, hier krijg je dus de blinddoek op. En dan is het ja, durven vertrouwen. Ja, de kaart van momentopname. Je hebt dus verschillende soorten kleuren lenzen hier liggen. En het is ook dat je door verschillende soorten lenzen heen kijkt. En door verschillende huizen heen gaat. Elk huis in ons dierenriem staat ergens voor. En het kan zijn dat je dus een nieuwe cyclus gaat bewandelen, omdat ja, je durft nog niet te geloven, je bent sceptisch. En mag je de cyclus weer opnieuw doen. Hè? En elke keer wanneer we de cyclus weer opnieuw doen, dan komt steeds meer het vertrouwen. Steeds meer gaan we geloven. En valt die blinddoek af. Dus ja, ik voel heel veel ongeloof.
ergens in. Nou ja, ik denk dat het te maken heeft met een connectie. We gaan even kijken. Wat mag daarbij komen bij mystiek? Je durft jezelf nog niet helemaal bloot te geven. Je durft je hart nog niet helemaal open te zetten voor deze persoon. Je bent in ontkenning. En daarmee ja, ben je dus je emoties aan het onderdrukken. Ja. Het wordt nog bevestigd ook. Twee van zwaarden. Ja, dus het heeft allemaal te maken met het niet willen zien, het niet willen geloven. Zeven van staven, kaart van verdedigen, je hart willen verdedigen, hè, jezelf afschermen, bang dat je pijn wordt gedaan. Ja. Nou, dit gaat om steenbokken die echt nog in ontkenning zijn met hunzelf, dus nog helemaal afgesloten zijn. Aaselzwaarden die de waarheid nog niet zien. De spirit komt een handje helpen. Dus ik heb het gevoel dat iemand hier echt nog mentaal moet ontwaken zelfs. Ja. Die dus echt nog alles aan het onderdrukken is. Echt nog in ontkenning. Dingen nog niet ziet vanuit het spirituele. Ja, dit is iemand die bewust nog, mentaal nog moet ontwaken. 10 van zwaarden. Ja, de samensmelting van bewustzijn. Dus hè, misschien is hier ook een einde gekomen aan een relatie. Waardoor je dus misschien ook het geloof bent kwijtgeraakt. Het vertrouwen bent kwijtgeraakt. Maar alles gebeurt met een reden. En dat heeft te maken met ja, dat jij op een dag gaat ontwaken. En het kan zijn dat je dat ook de komende tijd gaat doen. Dat je mentaal gaat ontwaken. Als ik dan de aas van zwaarden hier bekijk, heb ik wel het gevoel dat er misschien een mentale ontwaking aan zit te komen. Of dat je er middenin zit, dat zou ook kunnen. Ja, dan ga je dus van onbewust naar bewust. Ik krijg twee kaarten. Bij momentopname. De 3 van staven en de 5 van bekers. 3 van staven is vaak een kaart van er komt iets naar jou toe. En ik krijg daarbij de 5 van bekers. En dat is de kaart van rouw, verlies, verdriet, pijn. Ja, dus dat kan wel naar jou toe komen, die spirituele ontwaking. Of de mentale ontwaking, sorry. Een momentopname, er komt iets naar je toe. Ja, het zijn van die golven die we meemaken, zeg maar, in onze ontwakingsprocessen. Alles komt en alles gaat voorbij. Jij betreedt een nieuwe fase van jouw leven. Hè? Dus je ontwaakt mentaal. En je gaat door de 12 huizen heen om ja, daar bewust van te worden. Hè, bijvoorbeeld ja, ik weet niet precies alle huizen uit mijn hoofd hoor. Maar ik weet dat de ram, die staat dus voor een nieuw begin. Bijvoorbeeld de weegschaal, dat is dan ja, de huis van nummer 7. Heeft weer te maken met relaties, bijvoorbeeld. Hè, dus in elk huis zit iets voor jou om aan te werken. Misschien kan je ook werken met die 12 huizen. Misschien is dat ook wel een ideetje. Om je daarin te verdiepen in astrologie.
Om te kijken waar staat elk huis voor. En waar heb ik nog iets te helen of iets te doen of ergens bewust van te worden in ieder geval. Helen doe je bij je spirituele ontwaking. Maar ja, misschien mag je nu eerst bewust worden van een aantal zaken. He, waarom je zo afgesloten bent, waarom je zo sceptisch bent, waarom je iets niet gelooft, waarvoor je geen vertrouwen hebt. Ja. Acht van staven, ja, dan kunnen dingen dus heel erg snel veranderen. Dit zijn vaak veranderingen die we niet zien aankomen. Ja, dus deze nieuwe fase zie jij dus ook niet aankomen. Je ontwaakt mentaal. En dan ga je dus ineens allerlei dingen zien in jouw buitenwereld. En je gaat je daar bewust van worden. En je ziet dingen die je eigenlijk niet leuk vindt om te zien. Maar dat is allemaal een weerspiegeling naar jouzelf toe natuurlijk. Maar dat heb je dan nog niet door. Dat ga je pas in je spirituele ontwaking echt doorkrijgen. Dat alles een spiegel is en dat je dat allemaal kan gebruiken voor jouw eigen heling. Maar nu mag je bewust worden van ja, bepaalde zaken. Je pijn en je verdriet, je gesloten houding, je gedrag. Ja. Dus het kan zijn dat je er middenin zit momenteel en dat je misschien niet helemaal door hebt waar je mee te maken hebt en dat je je raar voelt en misschien ook heel erg boosig voelt. Hè? Want dat gebeurt ook bij de mentale ontwaking. Dan zijn we eigenlijk heel erg boos op de buitenwereld en alles en iedereen. We zijn dan echt de slachtoffer-dader fase aan het betreden. Hè? Dus het is allemaal de schuld van de ander en dat hoort er allemaal bij. Dat is echt de fase. En dat zegt deze kaart ook, het is een momentopname. Het is een onderdeel van het hele proces. Als we deze mentale ontwaking niet krijgen, dan slaan we een stap over. He, dus als jij het gevoel hebt, ik ben de laatste tijd echt heel erg boos om alles en iedereen. Ik begrijp niet waar het vandaan komt. Of ik ben heel erg verdrietig. Ja, dan zit je in die mentale ontwaking. Ja. En dan ben je dus ook nog afgesloten. Je bent dus ook nog in ontkenning. Want je gaat niet naar je eigen gedrag kijken. Dat gebeurt pas in de spirituele ontwaking. Dan leren we pas echt naar onszelf te kijken. Naar ons eigen gedrag. En dat we zelf ook een aandeel hebben in allerlei zaken. Maar in de mentale ontwaking zie je dat nog niet. Dat is nog een stap te ver. En dit is gewoon een onderdeel van het proces. Het is een momentopname. Je gaat ja, het spirituele pad betreden, maar dan in je buitenwereld, zeg maar. Je gaat interesse krijgen in het spirituele. Je gaat levensvragen krijgen van wat doe ik hier op aarde? Je gaat echt wel interesse krijgen, maar je durft nog niet te geloven. Je bent nog sceptisch. Ja, het is echt het mentale bewustwording. Je kan het niet anders verwoorden dan op die manier. En je gaat de waarheid zien. Maar dat nog niet van jezelf, maar van je buitenwereld. Ja. En dan wanneer je de volgende fase mag betreden. Dan ga je dus spiritueel ontwaken. En dan ga je de waarheid van jezelf zien. En dan ga je dus heel erg naar binnen keren. En dan ga je naar je eigen gedrag kijken. Je eigen aandeel. En je gaat ook steeds meer geloven en vertrouwen. En je gaat om hulp vragen bij je gidsen. Hè? Dus je gaat ook contact maken met het spirituele rijk. Ja, en dan ga je dus meer geloven, want dingen komen tot stand. Dingen worden naar je gebracht. Ja, en dan krijg je het geloof en vertrouwen steeds meer. Ook meer in jezelf. Ja. Maar voor hier zijn er dus steenbokken die zitten te kijken. Die dus ja, in die mentale ontwaking zitten of daar nu tegenaan zitten. Dus heb jij het gevoel van, hè, ik heb het gevoel alsof ik continu in gevecht ben met anderen. Ik zie dingen die me niet bevallen of ik begrijp dingen niet ineens meer. Ik voel dat ik aan het veranderen ben. Het is eng, het is verdrietig, het is pijnlijk. Alles verandert om mij heen. Ja, dat is dan echt die mentale ontwaking. Ja.
We zijn allemaal aan het werken, zeg maar, naar de samensmelting van bewustzijn collectief. He, dus we zijn allemaal onderweg naar die onvoorwaardelijke liefde, het godsbewustzijn. Daar zijn we allemaal naar onderweg. Ja, en het start bij de mentale ontwaking. Goed, ik hoop dat ik je een beetje inzicht en inspiratie heb mogen overbrengen met deze reading. Dat ik jou misschien een beetje op weg heb geholpen of wat gerustgesteld heb. Want ik weet als geen ander hoe die mentale ontwaking is geweest voor mij. Dat ik tegen allerlei deuren opliep. Niemand begreep mij. Niemand kon mij helpen. Ik was in gevecht met de hele wereld. Ja, en dat zijn moeilijke dingen. Hele moeilijke dingen. Dus ik begrijp je als geen ander. Weet dat het erbij hoort. Probeer zoveel mogelijk in het spirituele te verdiepen. Ga zoveel mogelijk boeken lezen, kennis vergaren. En dat ga je allemaal nodig hebben dadelijk in je spirituele ontwaking. Goed. Dit is het voor jullie, lieve steenbokken. Ik wens jullie heel veel licht, liefde en kracht toe. En jullie komen er wel doorheen. Echt waar. Het is een momentopname. Het is een fase die erbij hoort. Ik dank je wel voor het kijken en wie weet zie ik je snel weer terug bij een volgende video. Doei!